In deze webles gaan we kijken naar modelleren, en dan heb ik het uh, specifiek over modelleren met coach. En dat is een onderwerp waar veel leerlingen in het VWO problemen mee hebben. We gaan kijken of we met een plan van aanpak het proces van het oplossen van uh, sommetjes hiermee kunnen vereenvoudigen. En hoe ziet dat plan van aanpak er nu uit? Stap 1 is dat je tegen jezelf gaat zeggen: met wat voor een soort uh, natuurkundige situatie heb ik te maken? En kan ik dat wellicht verduidelijken door middel van een schets of een tekening? En geef dan alle belangrijke grootheden daarin aan. En let dan ook specifiek op de positieve en negatieve richtingen. Vaak noem je naar boven bijvoorbeeld positief en naar beneden negatief. Hou daar ook rekening mee met het model dat je gaat maken. Daarnaast is het ook goed om je te beseffen dat je niet te maken hebt met een momentopname als je iets gaat modelleren, maar vaak. Ben je een heel proces, een hele beweging aan het beschrijven? Probeer dat ook terug te laten komen in jouw schets of je tekening, of anders maak je meerdere tekeningen. Dan pak je het model erbij en probeer in het model vervolgens de modelcyclus te herkennen. Het model gaat telkens dezelfde stapjes langs um, in elke tijdstap uh, die hij maakt, en um, in elk van die stapjes worden de nieuwe waarden van de grootheden berekend. En die modelcyclus die ziet er vrijwel altijd hetzelfde uit. Zeker als je te maken hebt met de beweging in, in coach. Je hebt namelijk te maken met uh, een kracht. Die zorgt voor een versnelling. Die zorgt voor een snelheid. Die zorgt voor een plaats. En vaak als laatste laat je de tijd doorlopen. We gaan dadelijk kijken of we deze modelcyclus kunnen herkennen in een echt model. En bedenk daarbij dat het vaak erg handig is om van onder naar boven te werken als je het model uh, gaat lezen, eigenlijk volgende is uh, hoe zit het met de startwaarden? Kloppen die? Komen die overeen met uh, de situatie die beschreven wordt? En tot slot ga je nog eens even goed kijken naar de bijzonderheden in het model. Zijn er grootheden waarvoor bijzondere situaties gelden? En hoe zit het bijvoorbeeld met de stopconditie? Heb je dit nu allemaal voor jezelf duidelijk gemaakt? Ja, dan uh, kun je je gaan richten op uh, de vragen die ze echt gaan stellen. En je zult het al vaak zien, en in het model, in het voorbeeld dat we dadelijk gaan zien, komt het ook terug: dat als je deze stappen doorlopen hebt, dat je vaak al uh, de meeste vragen die ze uh, hebben gesteld, al hebt opgelost. We gaan uh, deze plan van aanpak dit gaan we toepassen in een voorbeeldopgave. En die heb ik genomen uit het Centraal Examen van 2015, het eerste tijdvak. Het is erg handig als je die erbij kunt nemen in de rest van de video. En het is natuurlijk nog beter als je deze opgave al hebt geprobeerd te maken voordat je verder gaat kijken. Dit is het plaatje wat je erbij krijgt bij de voorbeeldopgave. En de opgave gaat over een volleybalspeler die naar boven springt. En in het plaatje zijn al drie verschillende fasen uh, verduidelijkt. Fase A is het moment dat hij in de diepste stand zit. Op het moment dus dat hij naar boven gaat springen. In punt B komt hij los van de grond. En in punt C heeft hij het hoogste punt bereikt. En we gaan nu even het model voor ons uh, nog wat uitbreiden. En in de tekst bij deze opgave staat bijvoorbeeld ook dat er twee krachten een rol spelen: de eerste daarvan is de zwaartekracht, die staat naar beneden en die heeft als grootte uh, min m mal g. Let op het minnetje, want de zwaartekracht staat dus in negatieve richting en heeft dus ook een negatieve grootte. Tweede kracht. Wordt ook al gegeven, dat is namelijk uh, de afzetkracht. De kracht waarmee de, de volleybalspeler naar boven springt. En eigenlijk zet hij zich dus af tegen de ondergrond. En de ondergrond duwt vervolgens de volleybalspeler naar boven toe. Derde wet van Newton. En ook die afzetkracht, die krijgen we gegeven in deze opdracht. Die is namelijk gelijk aan c mal u. Dus eigenlijk zeggen ze, je mag de benen van de volleybalspeler zien als een soort veer. Hoe verder hij uh, doorbuigt... Hoe groter de kracht is waarmee hij zich naar boven kan uh, slingeren. Uh, in het echt zal het misschien niet zo zijn. Het is een vereenvoudiging. Maar uh, bij deze opgave mogen we hiermee werken. En wat is nu uh, de uitwerking U? Dat is de uitwerking ten opzichte van de evenwichtstand. En de evenwichtstand is het punt waarop de volleybalspeler net loskomt van de grond. En in het uh, plaatje is uh, dat uh, IB genoemd. De hoogte ib. En de uitwijking is niets anders dan ib minus de hoogte i waarop uh, het massamiddelpunt van de volleybalspeler zich op elk moment bevindt. Ik heb het net eigenlijk al aangegeven: naar boven noemen we positief en naar beneden negatief. En uh, laten we nu eens kijken hoe het dan uh, eruit ziet in punt b op het moment dat de volleybalspeler loskomt van de grond. Ja, dan kan hij zich niet meer afzetten. En dan zal er nog maar één kracht overblijven en dat is de zwaartekracht. En ook in het hoogste punt is er nog maar één kracht die werkt op de volleybalspeler en ook dan is het de zwaartekracht. Dus de afzetkracht valt weg op het moment dat de volleybalspeler loskomt van de grond. Dat is eventjes kort door de bocht de natuurkundige situatie. Laten we eens gaan kijken naar uh, hoe het model eruit ziet. En ik ga me nu vooral richten op het tekstmodel. Je kunt ook werken met uh, diagrammen. En dat doe ik in deze webles even niet. Dus ik ga me richten op het tekstmodel. En die ziet er als volgt uit. En we gaan nu uh, het stappenplan uh, verder uh, doorlopen. Dus we hebben net stap 1 eigenlijk uh, gedaan. We hebben een schets gemaakt van de situatie. We hebben de natuurkundige achtergrond bekeken. We gaan nu stap 2 doen. Kunnen we de verschillende fasen in dit model uh, herkennen? Kunnen we bijvoorbeeld herkennen waar de tijd. Uh, Wordt veranderd. Nou, die is niet zo moeilijk. Die staat natuurlijk helemaal onderaan in dit model. Uh, daar wordt de telkens de volgende tijdstap uh, doorgerekend. En in elke tijdstap wordt uh, de plaats, de snelheid, de versnelling en eventueel de krachten worden telkens opnieuw uitgerekend. En de nieuwe plaats, die staat uh, net boven de nieuwe tijd, die wordt uh, daar uitgerekend. Een stap daarboven wordt de snelheid uitgerekend. Daar heb je de versnelling voor nodig. Stap daarboven wordt de versnelling uitgerekend. Daarvoor heb je de resulterende kracht nodig en de massa van de volleybalspeler. En de stap daarboven wordt die resulterende kracht berekend. En we hebben al gezien dat we te maken hebben met twee uh, krachten die een rol uh, kunnen spelen: dat is de afzetkracht en de zwaartekracht. En de optelling van die twee geeft de resulterende kracht. En helemaal bovenaan kun je al zien. Dat er rekening is gehouden met de richting van de zwaartekracht, dat, dat die in de negatieve richting staat. Want er staat een minnetje voor uh, M mal G. Dus FZ heeft altijd een negatieve waarde. Nu gaan we eens kijken naar de bijzonderheden. En we hebben het net al gezien. Die bijzonderheden zitten vooral in die afzetkracht. Die afzetkracht die varieert, is een soort veerkracht. Maar die afzetkracht die bestaat alleen als de volleybalspeler niet los is gekomen van de grond. Dus we moeten nog even aangeven dat we die afzetkracht pas gaan gebruiken als de hoogte I van het massamiddelpunt van de volleybalspeler kleiner is dan Ib. Als dat zo is dan kun je de afzetkracht uitrekenen en dan heeft dat ook een natuurkundig betekenisvolle um, waarde. Op het moment dat de volleybalspeler loskomt van de grond, dan hebben we natuurlijk nog een probleempje in ons model. Want het model kan wel gewoon een afzetkracht gaan uitrekenen, ook als i groter is dan ib. En dan zul je zien dat f-afzet negatief wordt. Dus de volleybalspeler zou dan volgens het model naar beneden getrokken worden. Dat kan natuurlijk niet, want hij heeft geen contact meer met de grond. Dus we moeten nog een tweede dingetje doen. We moeten nog zeggen dat uh, op het moment dat i groter is dan ib dat er dan iets anders geldt, dat dan namelijk uh, f-afzet gelijk mag zijn aan 0. Dus we overroelen nu eigenlijk het programma. In regeltje 3 gaat hij f-afzet netjes uitrekenen, ook als de volleybalspeler al in de lucht uh, hangt. Maar in regel 4 zeggen we, nou die waarde doen we niks mee, uh, want we maken die waarde, zetten we gewoon lekker op 0. f-afzet is 0 op het moment dat de volleybalspeler geen contact meer maakt met de grond. Derde stippellijntje in het model uh, is het laatste, en dat is namelijk de stopconditie. En uh, in de tekst wordt die stopconditie eigenlijk al uh, aangegeven. Het modelletje mag stoppen wanneer de volleybalspeler zich in het hoogste punt bevindt. En dan moet je even gaan nadenken welke grootheid is dan bekend in het hoogste punt. We weten nog niet hoe hoog dat hoogste punt is, maar we weten wel iets anders. In het hoogste punt zal namelijk de snelheid in de ei-richting gelijk zijn aan aan nul. Dus we kunnen gaan zeggen: het, het modelletje mag stoppen als, ja, en dan moet je even opletten. Dan moet je niet zeggen als de snelheid gelijk is aan nul, want de kans dat die precies uitkomt tijdens die stap op een snelheid van 0,000000, 000, die is heel klein. Als je nu zegt: de snelheid mag kleiner zijn dan nul, dan rekent hij één stapje door en op het moment dat hij een negatieve waarde uh, gaat vinden voor v, dan stopt hij. En dan ben je eh, net voorbij het hoogste punt, maar dan ben je zo goed mogelijk bij het hoogste punt als dat je kunt komen in je modelletje. En dit waren de drie vragen in het uh, centraal eindexamen over uh, dit model. De stippenlijntjes invullen en ik hoop dat je met me eens bent dat als je dat rustig stapje voor stapje doet, dat dat heel goed te doen is. Dus dit is ook wat je kunt verwachten in een uh, proefwerksom of in het eindexamen. Je krijgt al een model dat zo goed als helemaal af is. En je moet nog eventjes uh, door even slim na te denken wat dingetjes invullen en uh, aanvullen. Laten we ook nog heel even kijken naar uh, de startwaarden. Komen die startwaarden nu overeen met wat je had verwacht? Um, het model begint op tijdstap TS0. Nou, dat, dat is redelijk normaal. Er is gekozen voor een kleine tijdstap, want de sprong duurt ook niet zo lang. En de tijdstap is een duizendste seconde. De man begint vanaf een hoogte van 0,68 meter boven de grond. Nou, dat is uh, wel uh, uh, realistisch, denk ik. De snelheid die hij dan heeft is natuurlijk 0, want hij begint dan met afzetten. Uh, de massa die is gekozen, die is gekozen voor een massa van 50 kg, g is natuurlijk bekend. De waarde van c, de kracht eigenlijk waarmee hij kan afzetten, die krijg je gewoon gegeven, hoef je verder ook niet over na te denken. En er is gekozen voor een punt IB van 1,12 meter en 12 centimeter boven de grond. Dan komt deze volleybalspeler los van de grond. Dus ook die startwaarden die zijn zeer goed te begrijpen als je daar stap voor stap rustig naar kijkt. Voorbeeldopgave van Modelleren met Coach.